Hallo, welkom op de webshop van trimtafels.com. Welkom. We zitten hier in de werkplaats waar ik mijn dagelijkse taak uitvoer. Het bouwen van trimtafels, het verkopen van trimtafels, service verlenen, klaarstaan voor de klanten. Nee, niet in een showroom. Een showroom moet betaald worden. Ik heb ook geen groothandel. Daar kan de prijs ook nog wel eens van gaan stijgen. In beide gevallen worden, zoals een showroom en een tussenhandel, de klant betaald in ieder geval in beide gevallen. Wel heb ik lage prijzen, betaalbare prijzen, persoonlijk contact. Het mag via mail, telefonisch, maar nog liever, kom gewoon lekker langs. Kom kijken, kom proeven. Kijk hoe het allemaal gebeurt in de keuken. De keuken van Kamphuis. Trimtafels.com. Ik lever goede service, doe ik al 17 jaar. En ik lever hoge kwaliteit, zoals vroeger. Meerdere mensen hebben het ook in de gaten dat het kwaliteit is. Als je nu kijkt, Duitsland is nu ook een speler op de markt. Daar lever ik aan. België, natuurlijk Nederland. Luxemburg, Tsjechië. En ook in Oostenrijk. Voornamelijk de zakelijke markt, maar ook particulieren zijn van harte welkom. Ik ga wat vertellen over de trimtafel. Ik heb hier de trimtafel staan. Ik zou het bijna vergeten hoe lang het is geleden. Maar wat is er nou eigenlijk zo uniek aan deze trimtafel? De vrije beenruimte. Moet je kijken wat een ruimte. Je kunt eronder zitten, je kunt eraan staan. Je hebt een gigantische hoogte. Een hoogte van 1 meter. Dus de nieuwe versie die geeft 1 meter werkhoogte. Voor grote mensen ook ideaal. Zeer belangrijk. Mocht je echt groot zijn en je denkt dat je met een meter niet uit de voeten kan, geen probleem. Je kunt een verhoogd blad erop laten zetten. U zet er zelf een paar klossen onder op de hoogte die u prettig vindt. Het blad leveren wij. Geen probleem. Ik laat hem even zakken naar beneden toe. Dan kunt u ook gewoon zien hoe laag die kan. Dus hij is heel hoog, maar ook heel laag. Hij is er bijna nu. En dan ziet u ook gewoon een hond, een dier, springt er gewoon met gemak op. Ook heel belangrijk. We hangen hem hier op, we kunnen hem pakken waar we willen. De coating. Dit is de coating, zilverkleur. Maar dat is niet het enige zilverkleurig laagje erop. Deze tafel is gepoedercoat. Twee laags. Eén keer met een kleur en de tweede keer met een harde lak. Het is zelfs zo hard als je hier met een hamer op zou slaan, springt de lak het af. Het springt er gewoon echt af. Het gaat gewoon stuk. Dat houdt eigenlijk in, dat zegt eigenlijk al genoeg, dat deze trimtafel goed inzetbaar is in een vochtige trimsalon. Welke types voeren wij? Nou, we hebben type 1, type 2 en type 3. Type 1 is met stelpoten. Type 2 met wielen. Die zie je hier staan in type 2. Ik heb hier een wiel in mijn hand. Wat is zo uniek aan deze wielen? Nou, allereerst, ze zijn helemaal van kunststof. Ze kunnen niet roesten. Ze zijn dubbel geremd. Geremd op het wiel, maar ook op de zwenk. En wat het allerbelangrijkste is, een afdichting waar geen haren tussen kan komen. Kogelgelagerd en hij rijdt super licht. Type 3 hebben we ook. Die heeft wielen, maar ook nog een accupack. Een accupack wordt meestal gebruikt in combinatie met een wasbad of wanneer je gewoon mobiel wil zijn en er lekker onderdoor of langsheen wil vegen. Hij is eenvoudig schoon te maken. Rol hem even aan de kant. Je hoeft de stekker niet uit de stopcontact te halen. Want hij draait hooglaag op een accu. Rolt naar een bad toe. Hond stapt eenvoudig over. Hondje gewassen. Diertje gewassen. Maakt niet uit. Hondje stapt terug op de trimtafel die u elektrisch op hoogte kunt stellen. U rijdt weer naar de plek terug. Zet hem weer ergonomisch op de plek neer. En u kunt weer verder. Type 3. Meestal in combinatie met snelle motoren, omdat de accu ook wel eens wat stroom, wat kracht verliest. Daar kom ik straks nog wel even op terug.
Al deze trimtafels hebben allemaal standaard 2 jaar garantie. U kunt kiezen voor extra garantie. Voor elk jaar betaalt u €25 en dan kunt u gewoon 3, 4, 5, 6 tot maximaal 7 jaar garantie krijgen op een trimtafel. Dat is trouwens eigenlijk allemaal aan te klikken op de webshop bij je accessoires. Dan hebben we nog de bediening. Gewoon, u zag het net al, gewoon eenvoudige handbediening. Zo worden ze standaard ook geleverd. Heel eenvoudig. Maar het werkt heel goed en u pakt hem overal rondom de tafel vandaan. Ik heb ook nog natuurlijk de welbekende voetschakelaar. Die hebben we. En we hebben ook nog de draadloze afstandsbediening. Het voordeel van een draadloze afstandsbediening is gewoon, hij is draadloos. Heel eenvoudig. We gaan even naar het volgende, dat is het blad. Ik heb eigenlijk 2 soorten bladen. Heel eenvoudig. Ik heb het even niet over de kleur, maar soorten. Ik heb rubber en ik heb HQ. Zwart, het traditionele rubber, wordt eigenlijk nog steeds gewoon verkocht. Het voordeel van dit rubber is, het geeft vrijwel niet af. Hoge kwaliteit. En grijs rubber geeft sowieso niet af. En u heeft ook nog wat meer extra contrast als u de hond erop heeft staan. Belangrijk. Nadeel van rubber is, ja, dat het wat kan krassen. Dat kan wat krasvorming geven. Maar daarentegen, de hond kan wel lekker stevig staan en zijn nagels erin zetten. Wilt u dat niet? Kies dan voor HQ. Levenslange garantie erop. Heel hard. Er zit een soort van glascomponentje in. Heel stroef. Voelt ook heel stroef. Dan zou je zeggen, ja, maar dan is het toch beter als het rubber? Ja, ja. Ja, het zou kunnen. Laat ik het zo zeggen. Maar er zit toch wel een nadeel aan. Het nadeel is, als u een zenuwachtige hond heeft, die wil zijn voet op de tafel zetten. En die zenuwachtig zet zijn nagel erin op het HQ. En tilt zijn voetzooltje op. Kan het geen krassen geven, maar hij kan wel een beetje aan het glijden komen. Nou, dat doen ze eigenlijk maar heel kort. Daarom geven wij eigenlijk ook weer 2 van die stroken erbij. Voor de voorpoten en voor de achterpoten. Ik heb het wel even benoemd. Het is wel 80% wat eigenlijk toch kiest voor het HQ van de klanten. Maar het heeft wel een nadeel. Wat ook nog een klein voordeeltje is, en voor sommigen misschien wel een heel goed voordeel. Er zit geen relief op. Hier zit wel relief op. Hier kun je nog met de schaar tegenaan tikken en ja, verkeerd geleid worden. Dat is met het HQ niet aan de orde. Nou, hebben we optioneel nog een aantal dingen te benoemen. De motoren. Er is een filmpje van op de webshop. Kijk daar even naar. Als u tot bestellen overgaat, kijkt u dan even bij de motoren. U komt automatisch er langs. Maar kijk, neem even de tijd voor het volgen van het videootje. Accessoires. Een beugel behoort niet tot de accessoires. Wel is de beugel belangrijk. Want u kunt daar uw hond aan vastzetten. En die wordt altijd standaard geleverd met een trimbeugel. Traploos vast te zetten met deze knop. Hier. U hoeft niet speciaal een gaatje daarvoor te hebben. Maar wat nog een groot voordeel is. Als u echt een zware hond heeft, dan zet u deze extra ogen wat hoger door het gaatje heen. En u laat de trimbrug erop zakken. Een hond kan nooit doorheen trekken. Dat is een groot voordeel. U hoeft er niet speciaal een gat voor te nemen. Absoluut niet. Een contactdoos zit er standaard op. Ook geen accessoire. Dat is allemaal standaard bij het product geleverd. Er zitten haakjes op. Extra ogen op de staande, die had ik net al benoemd. En extra veel ogen op de brug. Nekriem past altijd op deze ogen. Dat is eigenlijk, worden speciaal in Engeland gemaakt. Hoge kwaliteit. Alleen ze worden uitgevoerd met een speciale musketon. Die altijd op deze dikke ogen passen. Dus heeft u een kamphuistafel, dan is het belangrijk dat u een riempje heeft die erop past. Heeft u al een heleboel riempjes met kleine oogjes, niet zo'n probleem. We hebben ook verloopjes, zodat u elk riempje weer passend kunt maken op het oog van de staande of de brug.
Ik heb de nekriem als accessoire. Ik heb het buikband als accessoire. En ook extenders. En natuurlijk ook in verschillende kleuren. De trim buddy hebben we ook. Je ziet hem, zie hem eigenlijk een klein beetje, misschien net wel of net niet op beeld. Maar dat maakt niet zoveel uit. Hij is sowieso te vinden op de webshop. En je kunt deze ook apart bestellen. Net zoals de riemen en de rest van de accessoires. Ik denk dat ik het meeste wel gezegd heb. Mocht u toch nog vragen hebben, belt u me rustig. Wilt u bestellen? Ik wil u graag begeleiden. Dat is geen probleem. Ik kan u telefonisch ondersteunen. U mag hier langskomen. Ik wil u graag het een en ander vertellen in de werkplaats. Zelf wordt ook heel veel gedaan. Als u bestelt, vergeet u niet de accessoires. Het scheelt verzendkosten. Het kan zo met de verzending en nog beter als u het op komt halen. Kan het mee. Ophalen is toch eigenlijk wel een tip aan u. Het scheelt 65 euro in Nederland aan verzendkosten. In Duitsland is het zelfs 189 euro aan verzendkosten. Scheelt u toch. Plus u krijgt nog een extra afhaalkorting. Nou. En uiteraard, als u komt ophalen, een kopje koffie, een kopje thee. Dan zit er bij je begrepen. Ik dank je wel voor je aandacht. En hopelijk mag ik snel uw order via de webshop ontvangen. Dankjewel. Doeg!